Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondag, 8:15. Ik zit al in de auto. We gaan even gaan boodschapjes doen en daarna gaan we shoppen. Ja, en dat na een crashnacht 14.0 en een ontstoken bek van heb ik jou daar. Dus we gaan even naar de stad, even winkelen en daarna ga ik een tandarts zoeken. Want dit ga ik niet volhouden. Dat is gisteravond begonnen en ik heb ondertussen zo veel zware pijnstillers geslikt dat ik niet eens mijn kalium in kan nemen. Nou, dat is foute boel natuurlijk. Maar ja, waarom neem je zoveel pijnstillers in? Nou ja, goed, ik heb een dagje met mijn gezin gepland. En dan breek ik mijn nek voor en dan prop ik mij maar gewoon vol met de pillen om een beetje door te kunnen komen. Yes. Dus. Maar goed. Gisteren verjaardag gehad bij Momo. Was even gezellig. Maar ik was zat. Ze zijn dan een uurtje naar huis gegaan. Maar goed. Ik wacht even het miootje. En dan let's go. Met de dames. Cool. En we gaan onderweg naar Zoetermeer. Want we zouden naar de stad toe gaan, maar bepaalde winkels die wij nodig hebben zijn dicht. Dus dan ga ik het drama niet meer nek halen. Dan ga ik gelijk naar Zoetermeer. Dus let's go. Bingo, achter, bingo. Pokémon. Maar daar gaan we niet voor. We gaan naar de Primarkt. Yeah. Oké, doei, want ik ga niet binnen filmen. Dan word ik er zo dom aangekeken. Het is uitgestorven hier. Nio is ons pakezel. We hebben de Primark leeggekocht. Ik heb de bon. Je kent de Insta stories, kon je zien wat we kwijt waren. Papa betaalt. Oké, nu naar Levi Store. En ik heb mezelf mijn nieuwe schoenen cadeau gedaan. En Hubby ook. En we hebben de Primark geplunderd. Ja, hadden we zin in. En even gauw een minishop vlog. Paars trui. Je ziet niet goed, maar hij is een beetje paars, lila. En een zwart truitje. En een grijze trui. En een heerlijk vest. En dan heb ik ook nog een nieuwe jas gekocht. Dus ik zit er weer warmpjes bij voor de winter. En ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Het is 6:15. Ik ga lekker douchen, mijn haar wassen. Ik heb echt een topdag gehad. Lekker geshopt. Lekker een dagje met mijn gezin geweest. En ondanks alle shit en de pijn. Heb mij echt prima vermaakt, maar ik moet nu echt naar bed. Want ik weet niet wat de nacht mij gaat brengen natuurlijk. Dus, maar bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei. Een hele goede morgen. Het is maandag. Ik denk 7:45 of zo. Lekker vroeg. Ik kon niet meer slapen. Dus gaan we er maar uit. Dus, medicijntjes nemen, dingen doen. En achter de computer. Want ik heb een hoop te doen.
Maar ik ga eerst gillend de tandarts bellen. Kijk wat je plek heeft. Ik hoop het. Dus let's go. En ik heb vandaag mijn nieuwe trui aan. Hij is alleen een beetje te groot volgens mij. Ja, lekker sloppen trui. Top. En mijn nieuwe jas. En mijn nieuwe patas. Ja, let me. En de jas kan je niet goed zien. Wacht. Het is gewoon eigenlijk een basic zwarte jas. En een beetje aan de zijkant. Ik krijg je. Helemaal blij, moeders. Hé, maar ik ga het opschieten. En ik ga lunchen. Want het is inmiddels al lunchtijd. Dus. En ik had lekker beenham gebraden. Dus dat ga ik vanavond lekker oppakken. Heerlijk. Puber thuis. Andere puber thuis. Ja. Oh, hi. Outfit of the day. Zo, lekker mijn haar in mijn mond. Lekker. We kijken eigenlijk nooit het journaal, maar nu met die bullshit in Las Vegas, op die strip met die schietpartij, man, man, man. Wat een drama. Ras? Je hebt de filmpjes gezien, hè? Erg, hè? Ja, maar weet dat? Ik ga taalgebruik gebruiken. Ga jij taalgebruik gebruiken? Oké. Okay. Even YouTube eens, ja, uncensored, ja. Wil je wel? Maar dan ben je toch een mogol als je dat gaat doen. Ja, dan ben je gewoon ziek in je hoofd, ja. Ja, maar die mensen hebben hier niks aangedaan. Misschien kunnen ook nog kleine kinderen tussenlopen. Ja, maar je hebt gewoon gestoord op de wereld, schat. Ja, maar dat is een beetje te gestoord. Ja. Als je die dingen hoort, jongen, dan wil je niet weten. Maar daar word je gewoon bang van. Wat zou jij nou tegen zo iemand willen zeggen, Ras? Nee, nee, nee. Op z'n haags. Nee, ik ga niet echt taal gebruiken. Nee, 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 maar gewoon op de nette manier. Ja, moet je dat zeggen? Doodstraf, hè, Nio? Doodstraf. Ja, eerst de knieschijven. En daarna gewoon. En dan, ja, of gewoon weg laten rotten in een of andere koude cel of zo. Of als hij geen doodstraf krijgt, dat hij dan levenslang gevangenisstraf krijgt. Nou, ik had hem gewoon gelijk vermoord. Ja, maar ja, waarom? Laat hem lijden, man. Nee, ik had hem gewoon lekker gelijk vermoord. Ik weet niet, maar ook al zijn er. Nee, ik had hem echt gemarteld tot aan zijn botten. Echt waar. 70 mensen zijn dood door die hem. Ja. Die mensen. En dan wil jij hem nog laten lijden. Nou, ik had hem gewoon zelf ook doodgeschoten, gek. Al dus, de puber. Maar wij gaan even het journaal kijken. En we hebben lekker vooruit gewerkt. Nou ja, de dames. Die zit nu aan de bak sushi rijst. Dus. Ik ga lekker het vlogje afsluiten. Het is 7:30. Ik moet echt naar bed, want ik ben morgen heel vroeg op. Want ik moet om 8:30 bij de tandarts zijn. Dus, vroeg mijn nesttijd. Ik voel me nou niet lekker. Maar goed, even gas erop. Dus tot morgen. Een goede morgen. Het is dinsdag. 7:50. Super vroeg. Maar ik moet naar de tandarts. Dus. Wat even gaan medicijntje nemen. En dan. Go. Stoofvlees maken. Met trekken. En pruttelen maar.
weinig vlogger van YouTube. Ik heb echt, oh donker, heel weinig gevlogd vandaag. Ik had er gewoon geen zin in. Maar vanmorgen weer, het is donker, van het licht. Vanmorgen weer tandarts geweest natuurlijk. Nou, dan ben ik 5 minuten binnen geweest. Foto gemaakt, ontsteking in mijn bek. Wanneer niet. En donderdag om 6:30 een wortelkanaalbehandeling. Ik trok niet vanmorgen. Ik ben geen mietje, dat weet je. Maar... nee, het voelde gewoon niet goed. Ik denk, als ik het nu doe, kom ik gewoon niet meer thuis. Of ik kom die stoel niet uit. Dus. Maar goed, wel flink zware pijnstillers gehad. Even 2000 uitzitten. Mocht ik morgen echt helemaal uit de pan lopen, dan kan ik gewoon bellen hoor. Daar niet van, maar... laat me nu maar even voorbereiden, want... het gaat ook zonder verdoving, dus... ja, waarom? Ja, dat trek ik niet. Het spuit wel, maar met een laag kalium. Nou, niet hoor, joh. Maar ja, goed, we hebben het al een paar keer ervaren, dus het is niks nieuws voor mij. Maar goed, ik zit te wachten tot het kutstoofvlees klaar is. Ik ben er veel te laat mee begonnen, maar het is wel zacht, dus dat scheelt. We gaan nog lekker eten. Ja, ik wacht even op broodje en dan is het gezin weer compleet. Dus ja, niet veel gevlogd vandaag. Nee. En ik zal hem ook vroeg afsluiten, want ik wil hem vanavond editen, want hij komt vandaag online. Voor mij morgen en voor jullie vandaag. Dus. Maar goed, ik ga nog even chillen en dan gaan we weer verder. En ik ga eten. Hasselbak, aardappel, broccoli en mijn stoofvlees. Doei. Pubervloggie. Yo. Was lekker, dat standaard broodje ei. Oftewel, Masje heeft een broodje ei gegeten met een witte boterham en kruiden roomkaas. Even reclame maken. No spon. Nou, doe je. En ik was gewoon bijna vergeten de vlog af te sluiten. Ik denk, nou, ik ga hem editen. Ik denk, ah, je kunt nagaan. Echt, mijn hersen zit in mijn reet vandaag. Sorry. Maar goed, bij deze sluit ik de vlog af. Ik start vandaag weer een nieuwe vlog. Ja, morgen, maar voor jullie vandaag. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Of dadelijk weer. Of weet ik veel wanneer. Hey. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Even een kopje klikken als je wil abonneren. Want dat vinden we super leuk. En tot morgen. Doei doei.